Daily Minutes nummer 1580 met een uitzending van vandaag 19 maart 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag een rustige uitzending zonder data en met alleen een aflevering uit de serie over repeaters en een deel uit de serie spionageverhalen. Ik herhaal die laatste mede om er zelf weer in te komen om de draad naar deel 10 weer op te pakken. Om nieuwe afleveringen te schrijven dan. Notabene, vanavond is er weer de D-Star ronde vanaf 8:30. Deel 10 van de serie over repeatertechniek. Ik ben bezig in een gedeelte over de software die er is voor het meest gebruikte systeem Echolink. In het vorige deel heb ik kort de apps genoemd die er voor iOS en Android zijn voor dat systeem. En hoe die apps door middel van proxies en relays geschikt werden gemaakt voor alle mobiele netwerken. Ik maakte trouwens gisteren nog een foutje door iets verkeerd op te lezen wat er wel goed stond. Bij de lijst met proxies was dat de verkeerde call. In de lijst met proxies kun je de proxies van de proxy farm in Nederland herkennen aan de roepletters Papa India 9, November, Oscar en Zulu. Los van de apps is er natuurlijk het eigen programma voor de PC van Echolink. Dat is er alleen voor verschillende Windows-varianten. Ik heb het echter wel eens onder Wine gebruikt in combinatie met het besturingssysteem Ubuntu Studio. En dan werkt het op die manier ook gewoon keurig. Dit programma kan zowel als client gebruikt worden om vanaf je computer aan de gesprekken deel te nemen als voor gebruik in combinatie met repeater hardware die op één frequentie werkt. Bij Echolink heet dat een link met minteken L achter de call of een repeater met shift, dat is minteken R achter de call. Dit programma doet gewoon wat het moet doen. Alles wat je er als gebruiker of repeater mee wil doen, dat werkt gewoon prima. Een punt bij systemen als Echolink en vergelijkbare systemen die je vanaf de PC of vanaf een smartphone kunt gebruiken, is dat het geluid vanaf een computer of smartphone komt vaak anders klinkt dan vanuit een zendontvanger. Dat is met name aan de zendkant het geval en het komt omdat een computer en een smartphone het geluid niet voor communicatie via een etherkanaal voorbereiden zoals een amateurzender dat doet. Wat enigszins meespeelt is dat het geluid van Echolink via repeater vaak een stuk lager in frequentie doorloopt dan bij een zendontvanger. Sommige ontvangers die geven dat gewoon door, maar ook als dat niet gebeurt hoor je het wel aan het complete klankbeeld, onder andere door vervorming. Los daarvan klinkt de modulatie via een PC dikwijls sowieso erg dof. Bij mijn eigen uitzendingen via Echolink corrigeer ik dat door het verzwakken van een deel van het lagere frequentiespectrum en het versterken van frequenties tussen ongeveer 1500 en 3000 Hz. Daarnaast wordt er bij Echolink niets gedaan aan compressie, limiting of clipping van het audio. In een zendontvanger wordt wel voorkomen dat het geluid te sterk wordt. Bij te sterk geluid gaat de modulatie vervormen en dat is bij Echolink minder erg dan bij een zender in de ether die via FM werkt. Om die reden moet er in een zender die aan de eisen voldoet gezorgd worden dat die niet te hard kan moduleren. Als je bij een zender in met name FM te hard moduleert, dan vervormt niet alleen het geluid, maar dan stoor je ook de naastgelegen frequenties. Bij Echolink gaat het geluid alleen maar vervormen. Een wat minder bekend programma waarmee je een repeater met Echolink kunt maken is het programma de Linkbox. Ik heb zelf een poos met dit programma geëxperimenteerd. Op een gegeven moment werkte het niet meer goed omdat de maker het niet meer met updates ondersteunde. Naderhand hebben een aantal mensen zich ermee bemoeid en inmiddels zijn de nieuwsbrieven en de discussies over dit programma weer op gang gekomen. De Linkbox is niet een specifiek Echolink programma. Het is meer een programma bedoeld om met verschillende protocollen repeaters aan elkaar te koppelen. Daarbij kun je het protocol Echolink kiezen om de software ook op Echolink te koppelen. Er zit dus een heel andere filosofie achter dan bij het programma van Echolink zelf of dat van het door PI2NOS gebruikte XVX-Link. De Linkbox werkt ook op een Raspberry Pi. Daar heb ik het een tijd lang op gebruikt. Het meest handig van het programma vond ik de bediening op afstand via IP die ermee mogelijk was. Ook SVX-Link kun je op afstand bedienen, maar dat gaat op een beetje een gekunstelde manier. Ondanks dat ik nog wel activiteiten rondom het gebruik van dit programma zie, weet ik niet hoeveel het nog gebruikt wordt en hoe bruikbaar het momenteel is. De Linkbox werkt alleen onder Linux. Een heel uitgebreid pakket voor Echolink is het in deze serie al meerdere keren aangestipte SVX-Link. Ook dit programma werkt alleen onder Linux. SVX-Link bestaat uit aparte software voor gebruik als repeater en een client voor gebruik vanaf de PC dat onderdeel is van het pakket, maar dat ook afzonderlijk geïnstalleerd kan worden. Dit programma heet Qtel. Dit Qtel is het programma dat ik zelf ook gebruik om via Echolink te werken. Het heeft een andere opzet dan de software van Echolink zelf. Qtel start je op, waarna het meteen met een Echolink server contact maakt. Je ziet dan een groot scherm met wat informatie erin waar je dingen kunt selecteren. Dit verbinding maken kan net als bij de Echolink software op de traditionele manier of zoals met een smartphone via proxy. Ik gebruik zelf een proxy omdat de traditionele manier bij mij in gebruik is bij de repeater PI3XDV die mijn thuisnetwerk gebruikt. Voordeel van Qtel is dat het programma geen buffering gebruikt.
Echolink is nog gemaakt in de tijd dat er nog wel met telefoonmodems gewerkt werd. In die tijd was buffering noodzakelijk vanwege de lage datasnelheden. Nu hoeft dat niet meer per se. Het protocol van Echolink heeft geen besturingssignalen voor de bediening van de squelch of van een PTT-schakelaar. Als er een stream arriveert, dan wordt het meteen ook gebruikt voor het inschakelen van bijvoorbeeld de repeaterzender aan de andere kant. De buffering van het traditionele Echolink zorgt daarbij voor dat een fractie van een seconde vertraging optreedt en dat is dus de reden waarom je je met Echolink vaak zo lastig in een QSO kunt inmelden. Door het ontbreken van de vertraging door de buffering bij Qtel kun je met dat programma op de meeste repeaters aan de gesprekken deelnemen en je inmelden op dezelfde manier als dat via de ether kan. Het programma kan daarnaast tijdens zenden ook via de koptelefoon het geluid van de repeater ontvangen weergeven als de betreffende repeater dit tijdens zenden tenminste doorgeeft, zodat je gemakkelijker kunt nagaan of je met iemand dubbel zit. Daarnaast heeft het programma nog iets leuks. Je kunt na opstarten vanuit een gemeenschappelijk scherm een repeater kiezen, waarna deze repeater in de vorm van een pop-up verschijnt. Het is echter mogelijk om meerdere repeaters tegelijkertijd op te starten en zo tegelijk meerdere repeaters te monitoren. Al dat geluid komt overigens met dezelfde sterkte uit de speaker, dus bij meer dan twee repeaters die actief zijn wordt het al snel onverstaanbaar. Maar ik heb het een keer uitgeprobeerd met wel 7 repeaters en bij dat aantal blijft het dus nog steeds gewoon goed werken. In het volgende deel ga ik in op het repeatergedeelte van het pakket SVX-Link. Ja, aan het eind van deze uitzending nog een gekkigheidje dat wel grappig is om nu te vermelden. Zello is onder een aantal amateurs nu ineens heel populair. Ik heb zelf in 2008 een tijdje op Zello gezeten, waarschijnlijk enkele maanden. Ik had toen een account daar onder de roepnaam PNL-ETE. Ik weet niet of dat account het nog steeds doet. Het was in de tijd dat ik nog wel veel met D-Star experimenteerde en iemand die ik daar toen volgens mij wel eens sprak, dat was PA2RA uit Nijverdal. Gisteren hadden we deel 1 van de nieuwe serie over spionageverhalen, of onder de titel spionageverhalen kan ik beter zeggen. Ik had het daar over dubbelspion George Blake. Geboren als Nederlander in Rotterdam zat hij in de oorlog als koerier in het verzet. Hij wist vervolgens in Engeland te komen en werkte daar voor MI6. Na de oorlog ging hij naar Hamburg en later naar Zuid-Korea, waar hij onder de dekmantel als vice-consul door de Noord-Koreanen, toen die Seoul weer moesten verlaten, meegenomen werd en hij zat 3 jaar daar in detentie. In die tijd werd hij communist. Bij een geheime bespreking die hij in Noord-Korea met zijn bewakers had geregeld, meldde Blake zich als vrijwilliger aan om voor de inlichtingenorganisatie van de Sovjets, de KGB, te gaan werken. Na zijn vrijlating in 1953 keerde Blake inmiddels dus in dienst van de Russen als held terug naar Groot-Brittannië. En in oktober 1954 trouwde hij met een MI6-secretaresse, een andere dan met wie hij eerder had willen trouwen. In 1954 werd Blake door MI6 naar Berlijn uitgestuurd om daar te werken als case officer. Ik weet de Nederlandse vertaling van die functie niet, maar het is iemand die agenten en netwerken van agenten aanstuurt. Daarnaast probeert een case officer om mensen te vinden die geschikt zijn als agent om ze te werven en traint hij nieuwe agenten. Blake's specifieke taak in Berlijn was het om Sovjet-officieren te werven om ze als dubbelagent te laten werken. In deze periode stuurde hij informatie over de werkwijze van de Britten en Amerikanen aan zijn contacten bij de KGB door. Hij verraadde daarbij ook de details van de zogenaamde operatie Goud, waarbij de geallieerden een tunnel onder Oost-Berlijn groeven om zo de telefoonlijnen die gebruikt werden door het Rode Leger van de Russen te kunnen aftappen. Totdat Blake als dubbelspion ontdekt werd, werd hij in het Westen alom geprezen om zijn werk en om de successen die hij daarbij haalde. Hij werd gezegd dat hij in de 9 jaar dat hij daar werkte de precieze details van ruim 40 MI6-agenten aan de Russen doorspeelde, waarbij het grootste deel van alle acties van geheime diensten van het Westen achteraf als mislukt beschouwd moeten worden over die periode, hoewel niet zeker is hoe hard deze informatie is. Blake gaf hier later over aan dat hij geen idee heeft of dit klopt. Hij zegt simpelweg niet meer te weten wat hij heeft doorgegeven, simpelweg omdat het zoveel was. In 1959 kwam het Blake ter oren dat er een mol van de CIA was geïnfiltreerd in de minder bekende nog steeds bestaande Russische inlichtingenorganisatie GRU. Blake zorgde ervoor dat de Russen te weten kwamen over deze RS Popov, die daarop in 1960 na een rechtszaak hierover werd doodgeschoten. In 1961 kwam Blake zelf onder verdenking te staan van het Westen nadat een Poolse overloper, Michel Goloniewski, en enkele anderen hierover hadden verteld. Hij werd in Londen op het vliegveld gearresteerd nadat hij met spoed uit Libanon was teruggeroepen, waar hij aan de Middle East Center for Arabic Studies een opleiding aan het volgen was. Bij zijn ondervragen ontkende Blake ten stelligste dat hij werd gechanteerd door de Noord-Koreanen of door hen gemarteld werd. Zonder erbij na te denken dat dat tegelijk ook een bekentenis was, stelde hij dat hij vrijwillig van kamp was gewisseld en vervolgens deed hij ook een volledige bekentenis.
Blake gaf jaren later in een interview aan dat het onophoudelijk bombarderen van de Amerikanen met hun grote bommenwerpers van dorpen in Noord-Korea was, met vooral vrouwen, kinderen en ouderen als slachtoffer, waardoor hij de overstap naar de Russische geheime dienst maakte. De jonge mannen in de dorpen zaten in het leger, dus de enige inwoners die overgebleven waren, dat waren onschuldige burgers zonder zich te kunnen verdedigen. Hij dacht ook dat de oorlog zou stoppen als wereldwijd het communisme de baas zou worden. De maximale straf die Blake in de UK voor wat hij gedaan had kon krijgen was destijds 14 jaar, maar door de periode dat hij gespioneerd had in 5 perioden in te delen, kon hij voor elk van die perioden een keer worden veroordeeld. Uiteindelijk werd hij tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De kranten maakten hiervan dat hij voor ieder van de 42 spionnen die door zijn verraad waren omgekomen een jaar celstraf had gekregen. De straf op dat moment was de langste straf die ooit door een Britse rechter was uitgesproken. Een aantal jaren later kreeg ene Nezar Hindawi 45 jaar gevangenisstraf omdat hij geprobeerd had een bom aan boord van een vliegtuig te smokkelen. Wie denkt dat het verhaal van George Blake hiermee verteld is, die heeft het mis. Blake woont op dit moment, als ik me niet vergis, is hij inmiddels 94 jaar oud, in Moskou. En daar woont hij ook al tientallen jaren. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.